Veel ondernemers werken niet per uur, maar per opdracht. Het zogenaamde aannemen van werk. Dit wordt heel veel gebruikt voor eenmalige klussen. Denk aan de bouw, het maken van websites of het verzorgen van de catering. In die zin is het simpel. Je voert een klus uit en voor die klus word je betaald. Vandaag komt mijn schoonneef Lloyd Marengo langs om te vertellen waar hij over nadenkt als hij klussen aanneemt. Hij is danser en choreograaf. Een hele goede middag. Mijn naam is Lloyd Leslie Marengo. Ik ben 43 jaar. We gaan het vandaag hebben over het aannemen van klussen. Ik ben zelfstandig ondernemer. Ik ben heel veel bezig met choreografie, met jureren en commerciële opdrachten. Bij het aannemen van werk, in mijn geval het maken van theater, hou ik rekening met drie belangrijke punten. Punt 1. Wat wordt er van mij verwacht als prestatie? Wat is de prestatie die ik moet gaan leveren om mijn voorstelling in mijn geval af te krijgen? Wat is de periode dat ik mag beginnen? Wanneer moet het af zijn? Wat is de vergoeding die er tegenover staat? Hoeveel ruimte heb ik? En er is altijd nog tijd van een onderhandelingsmoment van, hey, kunnen we er altijd op terugkomen, mocht het zich gaan verschuiven, om wat voor reden dan ook. Punt 2, meer werk. Hoe ga je daarmee om? Het komt regelmatig voor dat in de eerste instantie wordt er van je verwacht om een voorstelling te creëren dat 20 of 25 minuten duurt en vervolgens bij nader inzien mag het toch 40 minuten gaan duren. Wat doe je? Zorg altijd dat je ruimte hebt om terug te komen aan de onderhandelingstafel. Punt 3. Aannemen is een afspraak dat het werk ten alle tijde afkomt. Als ik een keuze heb gemaakt en ik noem een x-bedrag dat ik een voorstelling zou maken voor, zeg maar, een 5000 euro. En ik kom er terzijde tijd achter van dat ik hem toch niet ga redden, dat ik meer tijd nodig zou hebben. Dan zou ik altijd aan de opdrachtgever vragen, nou goed, kunnen jullie mij nog faciliteren van oefenruimte? En dan neem ik het verlies en dan werk ik door in mijn eigen tijd. Wanneer is het meer werk en wanneer is het extra werk voor eigen rekening? Voor mij is het meer werk op het moment dat de voorstelling in plaats van 20 minuten toch 30 minuten moet gaan duren. Dan ga ik opnieuw aan de onderhandelingstafel. Op het moment dat ik het voor eigen rekening doe, dat betekent dat ik als persoon, als choreograaf op dat moment niet tevreden ben over de resultaten. En dan kies ik ervoor om in mijn eigen tijd verder te werken. Ten eerste wil ik Lloyd heel erg bedanken voor de goede bijdrage. Het allerbelangrijkste bij aannemen van werk is dus dat je goede afspraken maakt en met elkaar in gesprek blijft. En ben je aan om alle onduidelijkheden die je hebt in je hoofd meteen te bespreken? Dat voorkomt heel veel zorgen later. Wil je meer weten over belastingen en ondernemen? Abonneer je op ons YouTube-kanaal, schrijf je in voor onze nieuwsbrief of like ons op Facebook. Voor specifiek advies of ondersteuning bij je financiën, neem dan contact op via de website of kom langs.